Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Boksel Natuurlijk. We gaan het hebben over de bloemetjes en de bijtjes. En de hommeltjes. En de bermen. En de, ja, de prachtige bloemen en de bermen. Mooi, hier in Liemt. Ja. Toch in Liemt zijn, neem ik je heel even mee naar de Nieuwstraat. Ja. Het ruikt hier heerlijk naar Lindenbomen. Ja, heerlijk, hè? Hommels of bijen liggen hier ieder jaar massaal op de grond. Ja, dat klopt. Omdat, ja, je ruikt de geur. Dat betekent inderdaad, zeg maar, die lindenbomen die trekken heel veel van die dieren aan. Het is één rij aan de zilverlindes. En dat betekent natuurlijk, daar komen ze allemaal op af. Je zou veel beter een straat kunnen hebben met afwisseling. Een zilverlinde, een eik, een berk enzovoort. Maar ja, dat kun je hier niet meer maken. Dat is heel lastig. Kijk, hier liggen er een stel bij elkaar. Ja. En ja, er liggen er echt heel veel hier. Ja, het is echt niet normaal zoveel. Maar ruik je het? Ja, ik vind het heerlijk. Het is zo heerlijk. Nou, dat vinden hun dus ook. Ja. Het probleem alleen is, en dat komt omdat wij natuurlijk hier in Nederland weer heel veel zilverlindes hebben neergezet. Die oorspronkelijk hier niet vandaan komen. En die geven nog een keer extra geur. Dus de gewone linde doet dat al. Ja. Maar die zilverlindes nog meer. En wat doen die beestjes? Die vliegen daar naartoe. Oh, hij leeft. Kijk, hij leeft nog een klein beetje. Oh, ja. Ja, maar dat, daar kun je toch niks. Dat vind ik zielig. Nee, maar daar kun je niks meer aan doen. Daar kun je toch niks meer aan doen. Weet je wat er aan de hand is? Het is een voedseltekort. Er gaan heel veel dieren gaan erop af. Maar ik zou hem even recht zetten. Ik vind dat zo zielig. Er gaan heel veel dieren op afkomen. Ja. En die dieren die willen allemaal drinken van de nectar. Ja. Nou zijn er twee dingen. Omdat er zoveel op afkomen, is er ja, te weinig nectar. En heel vaak leveren die zilverlinders ook te weinig nectar, sowieso. Ja. Nou, en het zit massaal vol met hommels en ook bijen, want hier ligt nog een bijtje bij. Dus ja, die gaan er dan helemaal aan. Die hebben een voedseltekort en sterven van, ja, zelf van de honger, om het zo maar te zeggen. Maar wat is daar niks tegen te doen? Nee, er is niks tegen te doen. Er is ook onderzoek geweest van of het dan invloed heeft op de populatie van soorten. Blijkt dus niet te zijn. Blijkt dus niet te zijn. Maar imkers wordt wel aangeraden, ga geen korven dicht bij zilverlinden zetten, want dan ben je altijd de klos. Dus probeer die dan wat verder weg te houden. Ja, die hommels, dat zijn gewoon wilde dieren. Die gaan er gewoon naartoe. Ja, dat is nou eenmaal zo. Maar nogmaals, er is uitgerekend dat er in totaal geen enkele, zeg maar, afbreuk doet aan de hoeveelheid, zeg maar, hommels. Oké. Dus ja, spijtig. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Snel. Ah ja, het is hier zo gaat mooi. Helemaal los. Ja, moest kijken hoeveel planten hier staan. Dat is fantastisch. Al die mooi, bloemen, hè. Het is alleen jammer dat er zoveel hondenstront ligt, want nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat maakt het ook dat die bodem steeds slechter wordt, hè. Is dat zo? Ja, ja, want dat is geen echte voeding voor planten. Maar goed, okay. Moet hier eens kijken. Hier heb ik wilde peen. Wilde peen. En dat is dus echt het herkennen aan dat in het midden een zwartig, donkerrood bloemetje zit. Overal zie je ze zitten. Zie je dat? Ja, is dat een beestje wel? Nee, dat is echt het bloemetje. Dat is een kenmerkend van wilde peen. En weet je, dit is dus de voorvader van onze worteltjes. Ga weg. Maar de echte wortel die hieronder zit, die ziet wat gelig, wit-gelig eruit. Maar is die te eten? Nou, deze zijn iets te klein, maar later zijn dus, zeg maar, wat kruisingen hebben er plaatsgevonden. En is de vergeten groente, dus dat deze wortel, is weer terug aan het komen. Dus heel veel mensen vinden dat heel vreemd, want er liggen in één keer witte, gele wortels. En dan zegt de man die het verkoopt, of de vrouw die het verkoopt, zegt, ja, dat is de echte wortel. En dit zijn dus de echte wortels. Nou ja, dat is echt mooi, hoor. Maar er staat hier echt heel veel. Die paars, dat is allemaal kaarsjeskruid. Mooi, hè? We hebben klaprozen hier staan. Mooie vrouw, zo langs de berm. Ja. Is dat nou van nature zo of is dat ingezaaid? Nee, dat is hier duidelijk ingezaaid. Hè. Dat ja? is echt heel duidelijk ingezaaid. Wat maar leuk. Is niet erg, want dat is wel heel erg leuk. Hey, kijk ja? daar, onder die wilde peen, daar zit een heel bijzondere wand. Wat? Kijk, hier. En die noemen ze pyjama-wands. Kun je je voorstellen of niet? Och ja, met streepjes. Ja, met streepjes. En dit is dan ook nog een paring ook nog. Dus er komen nog nieuwe pyjama-wandjes straks uit. Wat verdorie, we maken het mee. Ja. Maar het is wel leuk, het is een wands. Dat zijn dus echte planteneters. Oh. Wat je dus bij wands nooit moet doen, en een tip voor iedereen, ja? Doodslaan.
Want dan heeft je huis daarna nog 2 dagen lang de geur in huis. Want die stinken echt enorm. Die halen uit die plantensap, halen ze een soort stof. En die stof die is ontzettend, die ontstinkt ontzettend gewoon. Dat is echt al heel apart. Dus nooit wansen doodslaan en bewonder ze maar gewoon. Dat is veel bewonderen. Beter. Ja, dat is veel makkelijker. Zeg je dat mooi? Bewonderen van wansen, ja. Frans, mijn klaprozen. Ach, ja. Och, wat mooi. Ja. Ze zijn al wel een heel eind... Staan lekker in de bloei, hè? Mooi, ja. Kijk hier. En hier zie je dus zeg maar de stempel. En die, als je die stempel nou eruit pakt, dan zullen we die pakken van een oude bloem. Even deze pakken. Dat kan geen kwaad. Kan het, nee, dat kan geen kwaad. Dan kun je die stempel, die kun je nog op je hand stempelen. Kijk, dan krijg je dus een kleur. Een beetje paars. Een beetje paars, hè. En zo deed dat dan op blaadjes papier, dat was nog veel mooier. Och, maar het is wel grappig, deze stempel, want deze is dicht. Daar heb ik hier ook nog eentje. Pak er eentje uit, want deze is al uitgebloeid. Kijk, en wat er dan weer zo mooi is, dit is gesloten. Ja. Ik heb er net eentje geplukt, die heeft het kapje geopend. Zie je dat? Zie je allemaal gaatjes? Och, wat mooi. En dan kan het er allemaal uitvallen. Kijk, zie je? Al het zaad kan eruit vallen. Och. Dus dat komt omdat hij dan zijn hoedje lift. Lijkt wel een beetje een mallemolen. Ja, van de kermis of zo. Ja, nou, dan lijkt het echt. Maar het is prachtig om te zien, hè? Heel. Dus hier is hij nog gesloten, dus de zaadjes nog niet rijp. Ja? Zijn de zaadjes rijp, dan gaat hij het hoedje omhoog en dan vallen ze eruit. En als ik deze mee naar huis neem en droog? Ja, dan kun je er gewoon die zaadjes in de tuin strooien. Maar kun je die nu eigenlijk al strooien? Ja hoor, dat kun je gerust doen. Want, overwintert dat? Want hij staat nu ook open. Hè? Dus als de wind er tegenaan slaat of de mensen tegenaan lopen, dan schud je het al uit. Dan vallen die zaadjes op de grond. Ja. En die komen volgend jaar uit. Och, zo mooi. Mooi, hè? Heel Klaproos. Mooi. Nou, neem je hem toch mee? Mee? Dat is goed. Zie je deze plant hier? Wauw. Dit heet boerenwormkruid. Mooi. En die werd 2 dingen gebruikt. In eerste instantie werd hij gebruikt om te ontwormen. Hè, want mensen hadden vroeger ook wormen. Ja, en daar werd hij voor gebruikt, hè, dus als een soort medicijn. Mm-hmm. En tweede dat hij gebruikt werd om, want het is een prachtige gele kleur. Ja, super. Voor de wollen truien te verven. Ja. En dat was met deze kleur. Dan kregen ze dan zeg maar een mooie gele, zeg maar toch donkergele kleur. Maar deze zie je best wel op heel veel plekken, hè? Ja, nu vooral. Hè. Dit is een van de, als je dus naar de seizoenen kijkt, is dit een van de laatbroeiers. Samen met een andere plant heet koninginnenkruid. Maar dit is ook een van de laatbroeiers. En daarom zie je hem ook massaal staan overal in de Brabantse berm, omdat het van zandgrond houdt. Och, ik vind het zo mooi. Dat is een prachtige plant, hè? Even, het ontwormen. Met de bloem of met de wat? Wortel. Met de wortel? Met de wortel, ja. Met de wortel, ja. Een papje van de wortel. Mooi. Ja, prachtig, hè? Ja. Kijk jullie, wat een mooi boeketje hier, hè? Wilde peen, en dan heb je de knoopkruid. Maar hier, dit is een hele mooie. Dit is kaasjeskruid, Malva heet die ook wel. Ja. En ze noemen, hier kun je ook nou zien waarom dat dit bloemetje nou kaasjeskruid. Kijk hier, dit doosje, dat sporendoosje, of dat zeg maar, zaaddoosje. Ja. En dat lijkt net op een kaasje. Net op zo'n kaasje die je in de winkel kunt gaan kopen. Vandaar dat ding ook kaasjeskruid heet. Een lekker brietje. Ja, een brietje bijvoorbeeld, hè? Maar eens kijken hoe prachtig die sterretjes erin zitten. Dat is echt fantastisch mooi. Ook zo'n plant die ook hier uitgezaaid is door de gemeente. Hé hey Jolien, ja? Eens kijken hier, een prachtig toefje bloemen. Een prachtig toefje bloemen? Ja, echt geweldig mooi. En jij wilt je moet wel even hierbij komen. Oh, je hebt voor die hondendrol. Waar moet ik nou weer in? Ja, hier de bosjes in. Met mij samen de bosjes in. Oh. Hey, kijk eens hier hoe mooi. Och nou. Hey, dat is toch de moeite waard. Zo hè? En mooi. Vol met bijtjes. Ja. En echt nog, zeg maar, sommige nog pas in knop. Mooi. Je kent hem wel natuurlijk, hè? Ja, dat is echt mijn lievelingsbloem ook. De, ja, de en korenbloem en de klaproos. En dat is juist leuk. We zijn hier op oude akkers. Hè. Nu staan er allemaal nieuwe dingen. Dus als mais en uien en zo. Mm-hmm. Maar in principe is dit een akkergebied geweest van Liemde. Dus het is echt een oud akkergebied. En dit soort planten stonden vroeger hier massaal langs die graanvelden. Och, en mooi. Het leuke ervan is dat ze nu dus ook zijn teruggekomen. Vermoedelijk ook wel weer uitgezaaid in principe. Mm-hmm. Maar ze blijven hier nu wel staan. En deze berm zal altijd deze mooie akker, zeg maar, plant laten zien. En dat betekent ook als mensen daar aan akkers denken, denken ze ook aan de vroegere situatie van hier. Maar ook akkers. Ja, de bolle. Toch mooi omdat ik jou toch even roepen heb. Ik vind heb, het geweldig. Hè? En de beestjes waren echt niet aanwezig. Nee, de bolle akkers, hè, heet de bolle het hier. Akkers, ja, bolle akkers of bolle akkers.
Is dit nou een horrorteken van? Nou wil ik al eerst het woord horror niet bij dieren horen. Nee, want dat vind ik verschrikkelijk. Elke journalist die dat schrijft, krijgt van mij een mailtje. Oké. Horror en terror, dat hoort niet bij beesten. Nee, maar het is ook in ieder geval geen teken. En ook niet die reuzenteken. Die zit trouwens in de Drentse kant. Mooi, dit is wel iets waar boeren niet zo blij mee zijn. Tenminste, aardappelboeren niet. Want het is een Colorado-kever. Huh? En ja, dat is een diertje wat heel lang in Nederland zit. En dus zeg maar aardappels aantast. Oei. Maar het is natuurlijk een prachtige kever. Kijk eens hoe mooi die streepjes zijn. Mm-hmm. Het lijkt een beetje op die pyjama-wans die we te straks gezien hebben. Ja, ook maar wat je ook hier mooi kunt zien is, kijk, dat spoor. Dat is een spoor van een kever, hè? Zo lopen ze. Hij kan natuurlijk ook vliegen, maar ja, het is echt een fantastisch mooie kever. Daar ligt dan die bolle akker. En bolle akker komt doordat in het midden het hoogste was. En dan krijg je een bolle akker. Waarom en, was dat? Dicht bij de kerk en vlakbij de huizen. Dus het was makkelijk daar de bolle akkers te ontwikkelen. Ja. Die lopen hier door. Nou, dan krijg je daar in de verte, ja, dat is nu wel de snelweg. Maar je ziet in de verte al die populieren staan. Mooi. Nou, dat is allemaal coulissenbossen. Daar halen ze dus de populieren vandaan voor hun klompen. En dat gaat gewoon helemaal zo door. In de velden dus dichtbij de kerk de bolle akkers. Verder weg de bossen. En zo hadden de mensen hun gebruik middelen bij de hand. Dat was mooi, hartstikke top. Janskruid, kennen jullie die? Ja, zeker. Daar maak ik een Jansolie van. Ja, dat kan. En daar is ook heel mooi voor. Als je het uitsmiert, krijg je helemaal rood. Kijk, het begint hier te komen al. Zie je? En daar maak ik olie van. Die zet ik dus op de olijfolie. Die zet ik heel de zomer op het dak. En is heel die olie rood. Ja. En dat is heel goed voor je huid, voor ontsteking, voor... Ja, alleen wat je wel op moest passen is dat als je het bij de zonnige temperaturen, dan moet je eventjes niet meteen naar buiten gaan. Ja. Dan kan die gaan branden. Dat is ook meestal in de winter. De winter dat je het gebruikt, hè? Ja. Maar ook in de winterperiode heb je af en toe wel momenten dat die zon heel heet is, dus dan moet je daar wel voor oppassen. Maar inderdaad, het beste is in de winter te doen, ja. Dan kun je hem herkennen, omdat hij, wat heeft hij als je heel goed kijkt? Ja, je moet zo kijken, dan zie je gaatjes erin. Oh, ja. En hij heeft de Latijnse naam Hypericum perforatum. Ik voel een Harry Potter moment. Zo. Frans, waar zijn we nou? Waar zijn we nou weer? Je maakt wel van alles mee, hè? Ja, in box van natuurlijk. Nou. Ik vond het mooi geweest voor vandaag. Ik vond het echt prachtig. Leuke bermen hier leuke in Liemde. En mooie bijen. Ja, absoluut. Maar nu nog naar huis. Ja, maar ik weet het ook niet meer. Volg mij. Ik volg jou een keer. Ja. Bedankt voor het kijken. Over 2 weken zijn we er weer. Als het goed is, hè, Frans? Nou, als het goed is wel. Als we thuis komen. Ja, poep vind ik niet erg, maar hondenstront vind ik vreselijk.